helft naar meneer Pol, dan kan hij zijn ziektepremie betalen. Ja, en de andere helft naar degene die schapen scheren. Ja, zo is dat. Hey? Meneer Van der Weyden, dat was hem zeker. Ja, hoor. Dag. Hij is een bondgoed, het aantal vluchtelingen dat we op kunnen nemen is afhankelijk van de tolerantie van de burger. De heer Deijnen in Sluis. Ja, goedemiddag. Hallo. Deijnen in Sluis. Heb een reactie op die gelden voor het milieu. Ja.